start is gevallen. We weten het over circa 3 minuten. Wie de nieuwe kampioen wordt bij de Monté. Op dit moment is de slag aan de start gewonnen door Suzanne Wiedijk. Zij gaat als eerste in de achtervolging op de koploper. En dat is Vincent Victory. Vincent Victory heeft een lengte of 10 voorsprong. Op de tweede plaats Lucius Lisa. Derde daarachter is dan Shy Boy W. En op de vierde plaats de grote concurrent Without a Trace. Achter Without a Trace komt dan door Mirjam van het Maalpad met Jolie Jerry. En achter Jolie Jerry de laatste 3 paarden. En die liggen er allemaal kort op. Keizer de Lauwertens, Transchat Royal als mede Unknown Crafts. Paarden gaan op weg naar de volgende bocht. En het is aan kop van het veld Vincent Victory. Dat is een mooie gangmaker voor Lucius Lisa. Daarachter volgt dan in derde stelling Shy Boy W. En die heeft de ondankbare taak om voor Without a Trace het gat dicht te gaan lopen. En dat gebeurt op dit moment ook. Op de vijfde plaats is al uitgekomen paard nummer 8 Unknown Crafts. En die kan zo dadelijk misschien wel meetrekken op de rug van Nick Holleberg met Without a Trace. En zou het gevaar kunnen zijn voor de 2 favorieten. Daarachter 3 paarden bijna op lijn. Jolie Jerry aan de binnenkant met nog 2 rondes te gaan. Aan de buitenzijde Casarda Laurelton. En aansluiting is voor Transchat Royal. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan. Paard nummer 1, Vincent Victory met Aafke Praat. Heeft 2,5 lengte voor. Op de tweede plaats is er dan Lucius Lisa. In derde stelling Shy Boy W. De vierde plaats daarachter is voor Without a Trace. Achter Without a Trace heel waakzaam Unknown Crafts als 5e. Ja, en die overige paarden die moeten toch uit gaan kijken. Want vooraan beginnen ze weg te lopen. Gaat ook Without a Trace inmiddels reageren. Maar ze gaan nog niet echt dichterbij komen. Jolie Jerry, Keizer de Lauwertens en Transchat Royal. Betekent dat we op dit moment eigenlijk 2 koersen hebben. En het is daar dat de 2 die vechten om de kampioenstitel tegelijk opgaan. Ze gaan allebei naar de buitenkant. En het is als eerste Lucius Lisa die in aanval gaat op de koploper Vincent Victory. Maar ook Unknown Crafts komt eraan. En die gaat daarvoor het 4e spoor maar liefst benutten. Met straks nog een ronde te gaan. En zo wordt het toch nog een fantastische koers met die paar paarden. Maar aan de kop gaat nog altijd Vincent Victory. Vincent Victory, Lucius Lisa. Daar komt Unknown Crafts met dichterbij. Aan de buitenzijde Without a Trace. En aan de binnenzijde loopt Shy Boy Wegen. Geen meter te veel. Koploper gaat van de benen. En Unknown Crafts, u was ervoor gewaarschuwd, die gaat inmiddels de leiding overnemen. Nummer 1, nummer 1, galop. Unknown Crafts, Lucius Lisa en Without a Trace. De 2 die strijden voor de titel in de achtervolging. Maar kan Unknown Crafts dit dan gaan bolwerken? Op weg naar de laatste bocht. Unknown Crafts, 1,5 lengte voorsprong. Op de tweede plaats hebben we dan Lucius Lisa. En op de derde plaats Without a Trace. Lucius Lisa lijkt te doen wat ze moet doen. Voor Without a Trace blijven. Maar er moet nog gewonnen worden van Unknown Crafts. Dan hebben we een nieuwe titel voor Suzanne Wiedijk en ze zijn halverwege de laatste bocht met een halve lengte verschil. Aan de binnenzijde Unknown Crafts, aan de buitenzijde Lucius Lisa en daarachter op de derde plaats Without a Trace. We komen in de laatste rechte lijn, maar die Unknown Crafts die vecht voor zijn leven aan de binnenkant. Lucius Lisa doet dat ook, maar Unknown Crafts is een nieuwe ster in het Monté en die maakt het feest voor Nick Holleberg compleet. Hij komt als derde over de finish, maar hij gaat helemaal uit zijn dak. Hij is de nieuwe kampioen. Dit is op afstand de mooiste Monté-koers die we ooit in Nederland hebben gezien. Ja, ja, dat mag voor geklapt worden, dames en heren. Een schitterende nieuwe ster in de Monté. Unknown Crafts, Angela Spanjaard gaat weer zitten. Gaat een schitterende ereronde maken. En Nick, dit Wilhelmus was ook voor jou. Je hebt een geweldig seizoen gedraaid. En bent een hele mooie kampioen geworden. Als enige man tussen de dames heb jij de klus geklaard. Proficiat. En dan komen ze aan, dames en heren, de winnaars van het Nederlands kampioenschap. Monté, een prachtige zierdeken. En we hopen ze vaker hier in actie te zien. 65 kilootjes schoon aan de haak. Angela Spanjaard en Unknown Crafts.